Goedemiddag. U kijkt naar het weerplaza weerjournaal. Wolken en opklaringen domineerden vanmiddag ons weerbeeld in het noorden van het land. Er kwamen nog een aantal buien voor en in het zuidwesten van het land waren er veel wolken aanwezig van een storing die ten zuiden van ons land ligt en waarmee het zuiden van het land vooral morgen te maken krijgt. Vanavond trekken de buien weg en is het eigenlijk overal droog. Vanuit het zuiden neemt de bewolking wel wat toe en de temperaturen liggen zo rond 8 of 9 graden. De wind daarbij die is meest matig uit zuidwestelijke richting, kracht 3 of 4. Vannacht komt die storing vanuit het zuiden dan steeds verder dichterbij. En in het zuiden van het land gaat er dan soms al een spatje regen vallen. De minima die liggen overal ruim boven het vriespunt. In het noorden van het land koelt het het meest af. Daar wordt het een graad of drie. En in het zuiden van het land koelt het niet verder af dan 6 graden. De wind die neemt wat verder in kracht af en begint in de loop van de nacht geleidelijk naar noordelijke richting te draaien. Morgen gaat het dan vooral in het zuidelijke deel van het land regenen. En met name in het zuidoosten van het land kan lokaal veel regen vallen, met misschien hoeveelheden tussen 15 en 20 mm. En daar worden ook de laagste temperaturen gehaald. Want in het noorden van het land daar blijft het lang droog, misschien zelfs wel helemaal droog. Eh, wel is het bewolkt, maar de temperatuur loopt er alsnog op naar ongeveer een graad of 11. Maar dan de komende dagen. Want vrijdag wordt een dag, een droge dag met veel hoge bewolking. En zeker ook een flinke periode met zon. De temperatuur in de middag loopt al op, naar waarde zo tussen de 10. Lokaal misschien 13 graden. De noordoostenwind is nog steeds aanwezig en matige windkracht 3 of 4. Dus voor het gevoel kan het misschien wel eventjes fris zijn in de wind. Maar vanaf zaterdag dan draait de wind naar het zuiden en komt er warme lucht vanuit het zuiden onze kant op. Het wordt dan al 16 graden in het zuiden en op veel plaatsen 15 graden. En met een matige zuidenwind is het dan buiten helemaal aangenaam. En zondag komt er nog eens een schepje bovenop. Wel wordt de lucht iets onstabiel van opbouwen... waardoor er misschien in het binnenland later een enkel licht buitje kan vallen. Maar een groot deel van het land over een groot deel van de dag blijft het dan gewoon droog. Met misschien temperaturen van wel rond 19 graden in het zuiden van het land. Na zondag loopt de temperatuur dan nog ietsjes verder omhoog... met de hoogste waarde op komende maandag. Lokaal dat het dan in het zuidoosten misschien wel 20 graden kan worden... als de zon er flink bij komt. Wel neemt de kans op buien richting, eh, richting eh, maandag toe... En na maandag loopt de temperatuur uiteindelijk vooral in de middag ietsjes terug door het toenemen van het aantal storingen. Helemaal droog blijft het volgende week ook niet. Maar heel erg zwaar weer hoeven we de komende periode ook niet te verwachten. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl